En we zijn weer terug met een nieuwe gast. Naast mij is aangeschoven Edwin van Andel. En wat doe je precies? Ik van alles. Maar ik ben officieel hacker en ook presentator, public speaker voor Zerocopter, een bedrijf in Nederland. En waarom ben je hier vandaag? Ik ben hier op uitnodiging van Martijn. Die heeft mij een keer zien spreken op een andere sessie. En ik probeer uit te leggen dat hackers lief zijn. Daar komt eigenlijk mijn sessie op neer. Okay. Want je hebt een sessie, dat is je verhaal. Hackers zijn lief. Ja, mijn uiteindelijke doelverhaal is hackers zijn lief. Nee, het gaat eigenlijk meer om het feit dat wij als bedrijfsleven heel veel moeite hebben met hacks tegenwoordig. Dat we continu in het nieuws komen omdat er dingen gestolen worden, data vernield wordt. Er gebeurt van alles. En de manier om dat te voorkomen is tegenwoordig eigenlijk gewoon het te laten testen. En wij proberen dat te doen door hackers. Dus wij proberen de hackers meer in contact te brengen met het bedrijfsleven. En op specifieke manieren te zorgen dat de hackers helpen het bedrijf veiliger te krijgen. En dat is iets waar hackers dan ook vaak voor betaald worden, toch? Die, absoluut. Ja. Als ze een bug kunnen vinden of een gat, dan staan premies op. Ja, er staan absoluut premies op. Je hebt het Responsible Disclosure in Nederland. Dat houdt eigenlijk in dat een website of een bedrijf zegt van, nou, mocht je wat vinden, toevallig bij mij, dan kan ik je een t-shirt geven of een vergoeding, maar dan ga ik je in elk geval niet vervolgen. Aan de andere kant heb je de zogeheten bug bounties en dat is dan iets technischer, maar dat houdt in dat een bedrijf zegt van, nou hackers, kom maar en hack me maar. En op het moment dat je wat vindt, dan betalen we je gewoon een bedrag uit. Dat zijn eigenlijk de mogelijkheden. Nou, wij doen daar ook aan mee. En wij proberen wel te laten zien dat hackers gewoon best lief zijn. En ook gewoon echt willen helpen als ze maar de kans krijgen. En als ze maar weten dat ze niet vervolgd worden voor wat ze doen. Hoeveel mensen in Nederland zijn er eigenlijk mee bezig met dat hacken? Best veel. Het wordt ook steeds meer. Ook de scholen gaan zich nou bezighouden met hacken. Het wordt ook echt een apart vak nu, wordt het hacken. En het is ook nodig, want er zijn zoveel, eigenlijk alles gaat over het internet nu, alles is connected. Iedereen maakt mooie kastjes, IoT devices zoals dat heet. En ja, eigenlijk denkt niemand gewoon na over hoe moet dat nou veilig. Dus je hebt mensen nodig die dat moeten testen en die moeten kunnen aangeven van oké, hier heb je een probleem en daar moet je het fixen. Kun je zeggen dat het internet in de loop der jaren steeds onveiliger is geworden? Toen wij begonnen, en dat is het voordeel van mij, ik ben een hele oude hacker zoals dat heet. Maar in mijn tijd had je eigenlijk in het begin nog... Wat is jouw tijd? Toen had je nog geen eens internet. Nee, toen hadden we nog BBS'en en moest je gewoon met een modem inbellen. En dan moest je een nummer draaien op zo'n kiestelefoon met zo'n draaischijf. En dan op zo'n rubberblok drukken. En dan als je moeder dan in één keer ging bellen, dan was je alles weer kwijt. Dus dat was echt een drama. Maar daarna kwam het internet een beetje en in het begin was het gewoon helemaal open. Dus dan kon je gewoon bij een universiteit een schijf benaderen en dan kon je dingen opzetten. Want ja, niemand dacht aan veiligheid. Dus ja, is het dan veiliger of minder veilig? Toen was er helemaal geen veiligheid. Alleen toen had men ook een iets andere mindset. En tegenwoordig ontstaan er toch criminelere dingen. Zijn mensen bezig met geld verdienen op het internet op heel veel manieren. En dan wordt het inderdaad wat onveiliger voor het gevoel. Maar... Het wordt aantrekkelijker om dingen te hacken. Of dingen te hacken door de slechte hackers. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten hackers. Je hebt gewoon echte hackers die een bedrijf willen benadelen of geld willen krijgen. Nou ja, uiteindelijk als die maar onbeperkt doorgaan, onbeperkt middelen hebben en onbeperkte tijd, dan doe je er eigenlijk niet zoveel tegen, hoe goed je ook beveiligd bent. Maar je hebt natuurlijk ook een hele groep hackers. Dat zijn zogeheten scriptkiddies. Sorry. Die downloaden iets en hacken op die manier wat, terwijl ze eigenlijk niet weten wat ze doen. Nou, die kun je opleiden en die kun je proberen aan de goede kant te krijgen. En dan heb je ook nog hackers die gewoon echt goed willen doen en gewoon iets zien en denken van ja, dat klopt niet, daar moet ik wel aan veranderen. En uiteindelijk vinden wat het probleem is en dat op een goede manier melden. Waarom is het voor jou interessant om op een dag als vandaag je verhaal te doen, op een permanent beta dag? Nou ja, kijk, hier komen heel veel mensen bij elkaar die aan de ene kant heel geïnteresseerd zijn in techniek. Die ook heel veel raakvlak hebben met techniek, maar misschien ook dingen ontwikkelen. En op dit moment niet echt nadenken over de veiligheid daarvan. Een groot probleem is time to market in de IoT-zalen. Waar gewoon mensen een kastje ontwikkelen heel snel en dat blijkt goed te gaan. Dan wordt er heel veel geld tegenaan gepompt. Dan wordt er een heel groot blikje ontwikkelaars tegenaan gegooid. Maar die denken niet nou over veiligheid. En als je dat vanaf de basis wel kan doen, dan wordt je apparaat een stuk veiliger. Op het moment dat je als je apparaat al in de markt staat nog veiligheid toe moet voegen, dan wil het al bijna niet meer. Nou, en daar probeer ik natuurlijk mensen te bereiken hier en ook gewoon samenwerking op te zetten en zorgen dat iedereen meedoet met het omarmen van de hackers, zoals dat heet. Is dit dan voor jou een interessantere groep om voor te spreken dan een doorsneegroep? Ja, absoluut. Want kijk, er zijn natuurlijk altijd, ik sta ook heel veel voor hackers zelf, maar dat is dan weer de andere kant. Vertellen we ook hoe we dit soort dingen doen, aan de hackkant juist. En ik sta ook wel gewoon voor management van directies van bedrijven en dat soort dingen. En ja, daar moet je echt heel veel opleiden nog. En dat zal hier een stukje minder zijn.
Wat versta jij zelf onder permanent beta? Ik heb een tijd met Martijn erover gehad. En het mooie van permanent beta vind ik dat je gewoon continu door kan gaan met je ontwikkeling zonder dat er echt ooit een kap op zit. En dat vind ik een supergoed initiatief. Want op het moment dat je kan aangeven dat je bezig bent met dingen, dan is het ook makkelijker om de hele community mee te nemen erin. En om alles op een nette manier gewoon uiteindelijk op te lossen en zo goed mogelijk te maken. En dat kan op heel veel verschillende vakken. En dat vind ik het mooie. Wanneer ga jij hier als tevreden man weg? Als ik niet te veel hoef te hoesten, want ik ben net verkouden geweest. Maar nee, ik ga als een tevreden man weg als gewoon een paar mensen in elk geval het idee hebben gekregen dat hackers niet per se eng zijn. En dat ze niet per se erop uit zijn om de dingen die mensen hier bedenken om die stuk te maken. Maar gewoon om juist aan te tonen dat het veiliger moet en kan. En ja, dan ben ik tevreden als ik maar een paar mensen bereik die daar wel mee doen. Is het praatje wat je houdt, is daar de belangrijkste element van? Of denk je van nou, je moet het ook van de wandelgang hebben? Ik denk dat het praatje altijd helpt. Want ik heb heel veel humor in mijn praatje. Dus hoe meer mensen lachen, hoe makkelijker het is ook om te praten. En je merkt wel dat het dan ook bijblijft. Dus de voorbeelden die ik noem, daar denken mensen wel over na. En dat gaan ze wel proberen toe te passen op hun eigen sets. En op het moment dat ze dat doen en daarna nog een keer in contact komen of op een andere manier met een hacker in gesprek gaan, ja, dan ben ik tevreden in elk geval. Je belangrijkste tip? Hukken hacker. Hackers zijn lief. Oké, heel erg bedankt. Tot zover. Straks weer een volgende gast.